Een van die momenten waar ik dacht van nu wil ik meer vrije tijd, of was op een moment dat de kinderen nog kleiner waren en dat ik altijd stond te roepen en te tieren op de kinderen, maar ook bijna op alles wat dat bewoog of ademde. Totdat iemand mij daar eens op aansprak en zei van waar ben jij eigenlijk mee bezig? Ik ben ervan gevallen en dan ben ik toch wel, heb ik eens contact opgenomen met de mensen van vakantieparticipatie. Van een VUN heb ik dan eens naar de zee geweest en dan, ja, als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik van toch wel wie leuk dat dat kon. Dus ik heb ook heel bewust geleerd waar dat ik moet afbaken en waar niet. Dat lukt niet altijd in deze gejaagde maatschappij. Niet alleen de jaagtijd, maar ook het geld bepaalt mee wat je met je tijd kunt doen of mocht doen. Ik ben vooral bewust dat ik niet al wat ik wil kan doen, maar ik ben blij met wat ik heb. Na veel wieken en wegen en ervaren en bij mezelf kijken, heb ik beslist dat ik maar 80% van mijn dag invul voor iemand anders en 20% voor mezelf. En het is echt gewoon leren aangeven aan andere mensen van kijk, nu even gewoon niet. Nu even gsm uit. Enorm veel. Enorm. Dat is wel langs de ene kant als langs de andere kant. Dus langs de Afrikaanse kant heb je dus het tijdsprobleem, omdat dat een heel ander beleven is van tijd als wij hier in Europa. Dus maar de meerderheid is de mensen met tijdsproblemen. Ik moet ze daarvoor niet kennen. Hè. Je loopt gewoon op straat en je ziet al heel veel mensen, collega's met burn-outs, mensen met een tijdprobleem. Ik ben altijd blij dat ik de mensen dat er anders mee omgaan tegenkom. En ben altijd blij om te zien dat er nog langer meer zijn. En dat vind ik ook wel leuk. Kwalitatief hoger zetten als kwantiteit. Je moet zoveel dossiers doen. Als je mij niet meer kwalitatief laat werken en ik moet voor cijfers gaan, dan stop ik ermee. Die vakantieregelingen. Als je nu echt een keer zegt van ik wil er eens 3 maanden tussenuit, waarom moet dat zo moeilijk zijn? En ik vind dat dat dan niet de laatste 15 jaar niet gemakkelijker geworden is.